is van Fit & Move. Ja, hier neergezet voor, nou ja, we staan mooi droog hier, hè. En een mooi uitzicht hier op, nou ja, dat eigenlijk alles op moet staan. Voor de uitzicht maar. En 4 uur ga je toch dood hier, dus heb je geen tijd om je heen te kijken, hè. Ja, precies. Hebben we nou weer een programma aan het inzetten? Ja, want ik heb een hele instructie meegekregen om het instellen. En, dus ik denk dat laat ik er maar gelijk even mee beginnen. Dan kunnen ze zo gelijk van start. En dan weet ik ook even zelf hoe het werkt. Weet je nou weer het knullig is? Oh, wat een rij zijn er voor deze leeg. Nou, ik ben nu de jokers aan het invoeren. Ze hebben net allemaal een betaling gedaan en een joker ingezet. En aan het eind van de dag dan gaan we de eindstand bepalen. En dan voor elk onderdeel waarop ze een joker hebben ingezet, krijgen ze dubbele punten. En dan ben ik nu de computer aan het zetten, zodat het straks allemaal automatisch meetelt. Oké. En die jokers hebben ze al ingezet? Dus ja, ze eigenlijk hebben nu al een onderdeel gekozen. Dus ze kunnen niet achteraf bedenken van, nou, dit ging lekker, daar zet ik op in. Dus gewoon vooraf kiezen en dan maar hopen dat het goed gaat. Oké. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Nee, we hebben dus in 3 blokken. We hebben steeds eerst voetbal, volleybal en de overige sporten. En dat duurt tot 1 uur of 3. En dan om 3:30 begint de estafette. En als het goed is komt de wethouder nog een startschot geven. En dan is het ongeveer 30 minuten tot 45 minuten hardlopen. En dan daarna is het af en dan gaan we over op de barbecue en de gezelligheid. En na de barbecue de prijs uitreiken. Oh, dat is er best na. Ja. Ja. Hoe rond ben je kapot? Kijk, dit is voor de eerste keer dat ik gegroeid heb. Ja. En de eerste 2 minuten gaat wel. Maar daarna, dan moet je eraan geloven. Hele spieren wat ik nooit gebruik, moet ik nou gebruiken. Dus ik denk dat ik er 2 dagen bij moet komen. En maar had je niet van tevoren geoefend? Nou, wel met de polsbewegingen, vooral in dims. Maar dit is toch net een andere beweging. Dus ja, we moeten misschien beugelflesjes uitproberen.